Mensenrechten. Iedereen heeft ze. U ook. Simpelweg omdat u mens bent. Mensenrechten zijn universeel en ondeelbaar. Kortom, ze gelden altijd voor iedereen en overal. Mensenrechten zijn er om ieder mens een leven in waardigheid te geven. Maar wat zijn mensenrechten eigenlijk? Wat is hun oorsprong en waar staan ze beschreven? De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen in 1948. Maar mensenrechten hebben een veel langere geschiedenis. Eén duidelijke oorsprong is er niet. Door de eeuwen heen keren mensenrechtenprincipes terug, niet gebonden aan één plaats, filosofie of religie. Kofi Annan zegt: "In every world religion we find values of tolerance and mutual understanding. The Golden Rule bijvoorbeeld. Behandel de mensen in alles zoals je wil dat ze jou behandelen. Wat gij haat, doe dat een ander niet aan. Wat u voor uzelf niet wenst, wenst dat ook een ander niet. Niemand van jullie is een gelovige, tenzij hij zijn naaste toewenst wat hij zichzelf toewenst." Koning Hammurabi uit Mesopotamië liet in steen een wet uithakken en vertoonde hem in het openbaar. De wet zegt onder meer dat wie een misdaad begaat, recht heeft op een rechtvaardige en redelijke straf. De wet van Hammurabi wordt beschouwd als de oudste wet ter wereld. In Engeland werd in 1215 de Magna Charta getekend. Engelse leenmannen pikten het machtsmisbruik van de koning niet meer. Ze dwongen hem zijn macht in te perken ten gunste van het parlement. Tijdens de Nederlandse opstand waren er twee andere belangrijke documenten. In de Unie van Utrecht werd godsdienstvrijheid vastgelegd. In het plakkaat van Verlatingen werd de tyrannieke Spaanse heer Philips II verlaten door de gewesten van de Nederlanden. Verlichtingsfilosofen hadden een groot vertrouwen in de menselijke reden. John Locke vond dat elk individu recht had op leven, vrijheid en bezit. Hij gebruikte als eerste de term mensenrechten. Immanuel Kant zei dat elk mens vrij en autonoom is. De 13 Amerikaanse koloniën baseerden zich in hun strijd tegen de Britse overheersers op verlichtingsidealen en op het plakkaat van Verlatingen. Dit leidde in 1776 tot de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. "We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal. That they are endowed by their creator with certain unalienable rights." Ook tijdens de Franse Revolutie in 1789 gaf de verlichting inspiratie voor een opstand tegen de almacht van de vorst. De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring was het voorbeeld. De Franse Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger bevatte natuurlijke, onvervreemdbare en heilige rechten van de mens. Tijdens de Industriële Revolutie in de 19e eeuw riepen arbeiders op tot meer sociale en politieke rechten. Vrouwen eisten gelijke rechten. Mensenrechten werden langzaam maar zeker toegankelijk voor grotere groepen mensen. De eerste wetten om kinderen te beschermen verschenen eind 19e eeuw. En de slavernij werd, althans op papier, afgeschaft. Begin 20e eeuw kwam er in Nederland algemeen kiesrecht. In de eerste helft van de 20e eeuw kwamen gekoloniseerde volkeren op voor mensenrechten om zich te ontdoen van koloniale heersers. Mahatma Gandhi streed geweldloos voor een onafhankelijk India. Hij kwam ook op voor de rechten van armen en onderdrukten. In zijn For Freedom speech presenteerde de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt zijn ideeën over mensenrechten. Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting en geloof en het recht om gevrijwaard te blijven van angst en gebrek. Na zijn dood in 1945 gebruikte Eleanor Roosevelt, de vrouw van Franklin, de vier vrijheden als voorzitter van de werkgroep die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opstelde. Deze werd in 1948 door de Verenigde Naties zonder tegenstemmen aangenomen. Het is de basis van het werk van Amnesty International. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens was een mijlpaal in de geschiedenis van de mensenrechten. In 30 artikelen staan de rechten opgesomd die iedereen een waardig bestaan moeten garanderen. Ondanks de grote morele waarde is de Universele Verklaring juridisch niet bindend. Dit geldt wel voor de verschillende mensenrechtenverdragen die eruit zijn voortgekomen.
het VN-verdrag voor burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten uit 1966 vormen samen met de Universele Verklaring het fundament onder het mensenrechtenraamwerk. De drie documenten samen worden wel de Internationale Bill of Rights genoemd. Er zijn verschillende soorten mensenrechten. Een vaak gebruikte indeling is die tussen burger- en politieke rechten en economische, sociale en culturele rechten. De burger- en politieke rechten worden ook wel de eerste generatie of klassieke rechten genoemd, die vaste vorm kregen tijdens de verlichting. Burger- en politieke rechten beschermen het individu tegen de overheid. Ook garanderen ze gelijke behandeling en de mogelijkheid tot politieke en maatschappelijke participatie. Voorbeelden van burger- en politieke rechten zijn gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht op leven, het verbod op marteling, het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging. Economische, sociale en culturele rechten, ook wel tweede generatie rechten genoemd, hebben betrekking op welvaart en welzijn en het recht op een eigen cultuur. Voorbeelden van deze rechten zijn het recht op arbeid, het recht op een behoorlijke levensstandaard, het recht op onderwijs en het recht op deelname aan cultuur en wetenschap. Bijna alle landen hebben de twee verdragen uit 1966 geratificeerd. Dit wil echter niet zeggen dat alles in de praktijk ook goed geregeld is. Helaas worden de mensenrechten nog vaak geschonden. Er is nog een lange weg te gaan voordat iedereen kan genieten van de rechten van de mens.